Ik zal hem het in de Lustra's vertellen. De jongens van Amaal, die bent hier in de studio. De flessen bier, die is ruimschoots voorhanden. En de jongens hebben een aantal plaat nu dus op. Ja. Die gaat direct over een goede maal zelf praten. Als dat het met zijn inhouder is. Ja, tuurlijk. Ja? Die platen, die hadden jullie zo. Ja, dat is goed. Brummen, vertel daar zijn bedoel. Omdat in dialect is in natuurlijk. Gebied zit. Ja, snap. Omdat het in dialect is, ik vind het een leuke plaat, goede sfeer. En het ruikt dus wel. Oh, de tekst wel, ja. Goed zo, hier is vol plaat. Zijn hoes is het helemaal mis, omdat er een nieuwe dienstmeid is. Het hele spul is op trabat, ook de va is het werken zat. Maar logisch, dat denk je al zo, dat omdat hij alleen de moma zat. Maar ik dacht, jongs, bin dag of twee zit hij dan bij mij op de knie. En lekker warm ding mee aan, dichter tot niet dichter kan. De bed steen in zo'n rap als touw en hoe pak ik dat aan? Zijn hoes is het helemaal mis, omdat er een nieuwe dienstmeid is. De knecht en lep ook al zijn krul, maar dat's een grote nul. Hij lep hier rond zo met een bislik gekker dan onze krielhaan is. Maar ik dag jong ben dag of twee zit die den bij mij op knil. Hij lekker warmt in mij aan, dichter tot niet dichter kan. De bed steen in zo rap als kan, en hoe pak ik dat aan? Zijn dag leuden geet gebeuren, ze knecht en de vaan naar de kerk en stuur. Dan kan ik de rustig houden hem en dan zout er is van hem. Ik weet wat vast dat ze dan zegt, geel wat weer die grote weg. En ouwe driehoen dat heb geen zin, want ik weet dat ik vakman ben. En lekker warm ding mee aan, dichter tot niet dichter kan. De beste in zo rap als kan, en hoe pak ik dat aan? En lekker warm ding mee aan, dichter tot niet dichter kan. De beste in zo rap als kan, en keel dan geet ervan. La la la, la la la. Ja, de plaat is wel een beetje al, maar dat is ook niet zo belangrijk. Zo, goedemiddag jongens. Hoe ting wordt het dus goed met normaal? Ik had vorige week had ik Frederik Punderoort hier zitten. Ja? En Frederik is in normale stap. Ja? En Frederik wil er niet zoveel over kwijt. Maar in elk geval, ik lees wel in de kranten dat er een hoop gedonder over is. Dat heb ik ook in de kranten gelezen. Dat, ja, van wie dan? Dat heb ik ook in de krant gelezen. Dat, verder werk ik het nergens van, want van dat gedonder ben ik in. Nou ja. Ik zal er niet zo gauw de gedonder nu, meneer. Nee, het was nee dat een zoere appel is, dat begrijp ik wel. Ja. Maar ik zal er geen gedonder willen nu, meneer. Niet. Ik lees ook in de krant, moet je luisteren. Er is een optreden in Sittardewis. Ja. En Frederik laat verstek gewoon. Nee. Hoor jij het nog? Zo is het niet gewoon in ieder geval. Niet? Nee, dat was gewoon... Kan ik de krant niet meer geloven, hè? Die heb ik nog nooit een flikker van geloofd. De bekers en de kast van liegen. Maar de krantensteen is voor. Zo. Ja. Maar goed, Frederik was er niet, maar waarom niet? Omdat het toen beslist was door Veur al. De maandag de Veur. Ja, maar wat de vrieving ben normaal dan? Nou, niks meer nu. Ja, en daarvoor? Nou, vrievingen. Ja, er waren wel vrievingen.
in persoonlijke vlak en ik behol min het recht voor hem door hem daartussen min en Freek te houden. Ja, prima. En muzikale vlak, dat was een begon de smaak lichtelijk uiteen te drieven, mm-hmm, uit elkaar. En de andere reden is dat het beroep wat we hebben helemaal niet zo onmundig artistiek is, omdat hij vreselijk gebonden bent aan een hoop dingen. En dat is bijvoorbeeld aan de tijden dat je op had trainen. Je moet ook prestaties leveren in een bepaalde tijd. Ja. En dat kun je niet doen wanneer hij zelf wilt, zoals een kunstenaar dat eigenlijk kan. Mm-hmm. En dat is het verschil. We hebben nog een behoorlijk concreet beroep. En Freek kon dat heel goed volhouden zover. Maar dat kost een zeg maar een artiest als hij is met zijn bijbehorende grilligheid. Mm-hmm. Kosten dat meer moeite als dat een ander mens dat kost. Ja. En hij kwam keurig op tijd en hij leverde die prestatie. Maar had hij nou de bijkomstigheden, de bijhouden, daar had hij al meer moeite met. En bijvoorbeeld een gevolg van naar Duitsland gewoon, daar had hij helemaal moeite met. Dat, ja. Dat zag ook helemaal niet zitten. En die redenen bij elkaar opgeteld, deden ons besluiten. Dit besluit te nemen. Ja, ja, prima. Hey, wie praat Dreek Bieden, wie draait eerst en weer de platen? En wie hebt er nog een van, ja, even van normaal klooster als gehoord? Oh ja, dat is van de nieuwe LP, vertel er even over. Welke is dat ook alweer? Ai. Oh ja, wie dacht dat dat lustra's van Radio Milano wel zo'n kunnen waarderen? Prima, nee, maar vertel hem maar wat over nummer zelf. Oh, de tekst, ja, die. wie de rest maar zelf horen, de tekst. De tekst staat niet in de krant, dus dan. Dat is maar horen ook. Zou ik eens hem draaien dan? Ja, draai ik eens maar dan. Ik weet niet hoe lang als berekening ben. Werkelijk is volgens niemand bekend. Als ik denk dat het helemaal op aarde is, dan moet ik wel zeggen, sluit de planken mooi mis. Dus zoiets niet live, jongens, het duurde lang. Ja, het duurde lang, ja.
Nee. Ik zie erop staan Jolink en Jolij. Ja? Dat is van jullie dus. Ja? Dit zit op de laatste LP, hè? Ja. Je zal maar wel over vertellen, buiten het feit dat het dus niet live gespeeld wordt. Wat merkeert er aan dan, om niet live te doen? Ik merk niks aan, ik ben heel normaal nummers die live niet speelt. Je moet een keuze maken uit welke nummers het meest geschikt bent voor live. Wat? Dan speel je s'avonds 100 nummers, dat kan je niet hebben natuurlijk. Zo. Af en toe moet er eens een afslaan. Ja, dat is mooi. Goed zo. Hey, hoe is het trouwens met de verkoop van de laatste LP eigenlijk? Mickey, hoe is het met de verkoop van de laatste LP? Heel goed, alleen je komt niet draaien. Op Hilversum. Oh, wat verveeld me weer. Trouwens, hoe kijk ik normaal door tegenaan? Ik had, kijk, meneer was het toch alweer, in 77 hadden jullie een nummer 2 positie, Oehend Hart. Ja. Ja. En daarna is er eigenlijk nooit meer zo'n grote hitte wees. Ja? Is dat voor jullie vervuild? Plus om geen dat nu de plaat neerdraaid wordt. Nee. Dat zit zo, er kwam achteraan Ali, met een zeer belangrijke bekant, ik moest pissen. Die had door Bunter iets van 54 of zoiets, 54.000 van verkocht. Dan moet je de 64.000 LP's naar weer optellen. Dus eigenlijk is dat minstens net zo'n grote hit. En daarna kwam Hendrik Haverkamp met een inderdaad veel mindere verkoop. Maar het was ook in een andere tijd, omdat er toen al veel minder platen verkocht werden. Ja, maar dat ging steeds slechter met die. Ja, ik bedoel eigenlijk te zeggen van, jullie hadden toen een nummer 2 positie en dan praat ik even over de... Oh, dat het niet meer kunt halen. Ja. Nee, we zijn geen nieuwe groep meer. De kick van de neigheid is eraf. Ja. En dat is logisch dat het niet meer zo scoort als toen, maar dat is helemaal niet nodig. Want wie bent van een platengroep, we bouwen live groepen worden. Ja. Of ze bouwen eigenlijk altijd de West, maar ik bedoel, je wordt even bekend met een hit. Ja. En daarna worden we gewoon gezien als live groep. Plus dat we van Hilversum geen enkele steun ontvangt. Ja. Maar dat kunt wel univeren. Dat laatste is het belangrijkste trouwens. Dat we geen verkopen in het Westen meer hebben. Die in het Oosten bent zelden, dat zal die West bent. Ja. Maar ik bedoel eigenlijk te zeggen van de platen worden niet meer draaid en normaal of op dit moment geen grote hit. Dat is natuurlijk qua publiciteit altijd nadelig. Oh, mik ons niet. Gelukkig worden we er niet zo van afhankelijk. Je bent toch een live groep die treedt Kom er eens dichter bij zitten. Die treedt 3 keer per week op te en die hebben nog steeds volle zaal. En ik zou hors willen stellen dat de populariteit van de maal groter is dan ooit. Oh, ook als in de tijd van Oehend Hart. En dan je nog volle vastere basis hebt die veel degelijker en veel older is. Ja. Maar wat is dan de reden dat jullie naar het buitenland wilt? Dat het nou, economisch. En bovendien is het ook interessant. Ja, maar ik bedoel, in de eerste plaats hebben we nu een bedrijf voor, ik weet niet hoeveel mannen hun brood van bedienen moeten. Maar dat is Nederland is toch iets te klein voor, om dat allemaal te kunnen betalen. Er bent gewoon geen zaalhouders die dat bedrag neer kunnen tikken. Zo. En moet de financiële directeur nog bedragen nemen of zou dat wel niet zingen met de microfoon? 2 dubbeltjes en 6 kratjes bier. Goed zo. Hey, wie pakt ook de drone en waarop we gaan muziek u dus van Status Quo. Dan zal de Milano Lustra zijn misschien wat niet allemaal erg mooi vinden, maar Willem heeft wel er iets aan verdeeld. Kom er eens echt bij zitten. Ik persoonlijk vind Status Quo al een goede groep. En tussen al het andere wou je lot huren. Ik heb dat met de mod kunnen, dat wordt een plaatje van ja, dat draaien we tussen, dat draaien we tussen nog wel eens en dat noemen we ook huiken. Ja. Dat is hevig huiken is dat. Was de hoes trouwens blijven? Huiken de huiken. Maar de hoes kan toch niet draaien? Nee, maar ik zal het wel aardig vinden als even onze Willem van Disjockey speelt. Dat vind ik altijd wel aardig. Oh, kijk eens aan. Nou, dit is de Status Quo met de Wild Side of Life. Waiting.
Frans Willem. Is de titel iets waar u aanspreekt eigenlijk? The Wild Side of Life? Ja, tuurlijk hè. Ja, je mag dit kop er wel ophalen, dan kan je het ook beter genoteerd. Ja, het gaat nog steeds wel. Wat? Hey, kom er eens dichterbij zitten. Zei mijn vrouw vandaag ook al, draait ze gewoon en sliep niet. Ja, ik... Nee, ik zeg The Wild Side of Life, is dat iets wat jullie ook wel aanspreken? Is dat hurken of zo? Ja, ja. Ja? Trouwens, jongens. Willem is vallen harde steeds gewoon. Vallen harde, zo. Hé, jongens. Ik hoor zo vaak de uitdrukking hurken of daldeen of dat soort zaken. Hè. Ja. Kun je daar eens iets wat meer helderheid over verschaffen eigenlijk? Oh, volgens mij, dat wil ik best doen, hè, dat geeft niet helemaal. Maar volgens mij met de mensen en alle lustraars van Radio Milano, godzalmas. Gaspieper, kijk toch uit, keel. Gaan we erom door. Gaan we erom. Dat alle lustraars... Ja, wie bent hier nou dus ook aan het haken en dat deed. Maar dat de lustraars van Pilano, dat die het... dat die het donders goed begreep, wat haken en dat deed. Prus, antwoord waar we mee bezig is. Ja, dan kom ik in het verkeerde café zit. Voor diegene die het niet weet, jongens, kun je het dus even een beetje vertellen daar. Een schikmaken is dat. Je kleine jager huikt je log. Schiktrappen is dat, schiktrappen. Prima. Hé, hey, we hebben een platen van normaal klokken zet. Op de motordeur aan het zand. Ja, dat moet eigenlijk ook naar hem draaien. Kijk, mooi in matching. Dat lijkt me altijd wel grappig. Ja, mooi. Ja. Heel mooi. Hé? Hé, maar hoe kunnen we nou eigenlijk dat normaal bestaat een jaar of vijf, hè? Zessen. Hoe kunnen we nog weer een plaat draaien uit die eerste periode, ja? Hoe kunnen we dat de populariteit teruglopen? Ja, dat ben ik dus helemaal niet mee eens. Dat gaat niet hoor. Ja, ik ook niet. Dat is een redenatie van iemand die denkt vanuit de platenwereld. Maar de platenwereld hebben we juist geen zak mee te maken. We maken met platen omdat het nou helemaal moet. Maar dat is... Ja, hebben jullie het ook belang bij? Een Hilversum 3, nee, geldelijk in ieder geval niet. Je verdient er geen zak mee. Kost alleen maar geld. Nee, zeg maar, dan verdien je echt praktisch niks mee. Mm-hmm. Dus absoluut niet de moeite weer. Een dubbeltje per single en dan maar met 6 man deel. Dus en de royalties? Nou, van de nee, dat is juist een dubbeltje. Dat is weer dus... Per plaat? Ja, en dan maar met een paar man deel. Nee, daar ga je helemaal geen zakken. Uh-huh. Dat is absoluut de moeite niet weer. Je doet dat om enige bekendheid te krijgen. Maar Hilversum 3 wil dat niet draaien. En de vaste aanhang, die kucht onze platen. En de vaste aanhang komt naar onze optredens. En daar kunnen we van leven. En dat is in Nederland al heel wat bijzonders, want daar kunnen de meeste mensen niet van leven. Maar is dat wel voldoende voor jullie dan? Want jullie naar het buitenland heen. Was dat, Nou, kijk eens, je moet altijd streven naar vooruit gaan. Mm-hmm. Het is artistiek interessant. En wie weet, je kunt met een... Ja, en ik was trouwens ook van plan om een nieuw Commodore te kopen. Ja. Ja, wat dat betreft zal het ook niet slecht uitkomen. Maar er is iets meer van Los Monetas en Las Poquetas kwam. Hey, Ah, doe maar! Ja, jullie kunnen wel. We hebben een boek in van Zoomen en zijn pokken van werken. En dat is voor. Hey, kun je niet even keren in de microfoon zeggen, Willem? Ik denk het wel. Hey, wie draait hem die allereerste plaatopname van jullie? Maar daar zit nog een aardig verhaal aan, dacht ik, of niet? Oh. Zou hem eerst hem draaien? Draai hem eerst, mooi. Wil je nog hem zingen hoe het is of niet? Een klein beetje disjockey spelen, dat doet hij in de zaal ook, of niet? Nee, disjockey. Ja, in de zalen bassen we er altijd gewoon op. Dat doe dat nog. Als ze eens wisten hoe mijn armen hadden zeer gut. Als ze eens wisten hoe alleen nog ik mijn wil. Nou, de christen sinds hier ontploft met een melkmuur. Als je te zwisten vonden in onszelf een druk. Ik doe of ik niks in de gaten heb. Ik lach nog wel, maar dat is net. Het eten smikt me aan niet meer. En elke dag baal ik nog meer. Het is kloten hier. En ik voel me rot. Als ik nog langer zo moest leven, dan was ik binnen een heel kapot. Het is kloten hier, en ik voel me rot. Als ik nog langer zo moest leven, dan was ik binnen een heel kapot. Ja.
ik had jouw voorskip. Werd die nog toen we in de Bijlmer moesten wezen. Werd die nog ten triest en troosteloos een stad. Wat zei je? Werd die nacht dat ik dacht, wat loop ik rond te hangen? Jij de tenner, ik kan je hun. Werd die nacht goed wie toen ballen vallen. Wie hadden elkaar, dat was genoeg. Maar de liefde kwam de grootste roos. Van de appels op de klappering. En zo heb ik ook iets hebbigheid. Die sklote leef. En ik voel me rood. Als ik nog langer zo moest leven, was ik binnen het jaar kapot. Maken ik erin, ben het jaar kapot. Het is kloten hier, het is kloten hier. En ik voel me rood, dat voelt me smet. Als ik nog langer zo moest leven, was ik binnen het jaar kapot. Ja, ja. Het is kloten hier, en ik voel me rood. Als ik nog langer zo moest leven, was ik binnen het vuur kapot. Lipstick, Lloyds. Het is kloten hier, ik wil meer af. Als ik nog langer zo moest leven, was ik binnen het vuur kapot. Ja, ja, ja. Wat zeg je, Jopie? Ja, je hoort het wel, jongens. Luisteraars, de stemming zit er goed in. We hebben een kratte bier aan laten rukken. Met de firma Jägermeister, zoals dat vroeger Ben eens een keer zei. Ja, ja. Ja. Hé, hey, jullie kwamen bij Peter Koelewijn met dit nummer, hè? Ja. En toen? Wie kwam bij Peter Koelewijn met een stuk of 15, 20 nummers wegvallen. En die hadden in 15, 20 minuten ongeveer opgeramd. En toen... En toen kwam dit nummer en vond hij het... Met Helse zijn jachthond. Vond hij het commercieelste. En het... Houdt u nog een sorry. Maar de Helse jachthond die was de A-kant, hè? Ja. En, dom genoeg. Ja. Heel, heel dom. Dat was een van de grote problemen tussen Peter Koelewijn en jullie? Nee. Nee, Peter, het weer een flap dus. Logisch eigenlijk. We waren er eens jong voor, denk ik. En toen... We waren nog geen 30 ook, ja. Dat is waar. Dat. Maar toen zei Louter of nee proberen en dan iets Nederlands. Het was vol te Achterhoeks. En toen zei wie dat is niet waar, het is vol te Nederlands. Ja. En de bewoners, Johnny Hoes wil ons graag hem en die was geïnteresseerd. En de autoren ze probeert gewoon. Ja, maar de reden dat je dus van Koelewijn naar Hoes ging, dat was het op zich al een teken aan de wand dat met dingen niet klinken, met Koelewijn. Oh, dat is zeker toch absoluut niet het geval. Het was zuiver dit verschil van mening. En als een keer uit beneden niet lukt, dan gooit er gewoon een ander. Ja. En, maar nee, maar dat achteraf zeggen we dat Koelewijn een van de verzoenlijkste in de eerste plaats. Meest recht door zee, financieel eerlijke jongens uit de hele platenbusiness is. Ja, ja. Dus en Koelewijn is ook nog wel aardig hoger. Toch wel? Jazeker, als mens dus. Ja, ja, prima. Maar als producer niet. Niet voor ons geschikt, nee. Nee, voor jullie, maar prima. Ben je een goede producer, ja. Maar ik wil niet voor ons. Ja, ik wil hem terugkomen op dat live gebeuren. Jullie zijn ook een live groep en tegenwoordig is er steeds meer dat Supertramp en al die gasten, ook de Kinks, die gewoon live nummers opnemen. Ja. Is dat iets wat jullie natuurlijk verschrikkelijk aanspreekt, neem ik aan? Ja, natuurlijk. We zijn vooral meer het werkelijke, wat er werkelijk aan de hand is met een groep en muziek. Dat is wat er s'avonds op de planken gebeurt. En dat is niet wat er op het zwarte vinyl gebeurt, dat is normaak. Dat is producerswerk. Ja, zoals Frederik het zegt. Ja, maar het is dus, nou ja, oh dat weet ik niet, maar het is gewoon normaak. Ja, 47 weken. Oh. Ja, ook in dezezelfde stoel door. Nou, dat, Freek is producer, althans ze willen graag worden, dacht ik maar. Nee, dat zeg ik niet. Frederik zegt van alles wat producers op tekentals bedenkt, ja, dat is niet wat er live gebeurt. Dat is niet de echte image van de groep. Dat is iets heel anders. Ik vind het ware gebeurt s'avonds op de planken en de rest is een beetje een imitatie en normaak. Het werkelijk is s'avonds in de zaal zwijten, bierzoepen, warm, heiten, al de haken er tegenaan gewoon, ja. Ja, precies. Ja, en kun je daar goed op de plaat creëren, dan ben je een goede producer. Ja, en dan ben je goed. Ja, dat vind ik knapper inderdaad. Als je een plaat
in de studio, want hij heeft zoveel technische hulpmiddelen. Dan lukt al die wel om er iets persoonlijks op te krijgen, ook al binnen hij een stem aan zijn trek ook. Dat, dan kun je al die nog wel iets persoonlijks maken aan de TNA gewoon, ja. Ja, precies. Ja, en kun je dat goed op de platen krijgen, dan ben je een goede producer. Ja, en dan ben je een goede, ja, dat vind ik knapper inderdaad, dat is hem een plaat in de studio, want hij heeft zoveel technische hulpmiddelen. Dan lukt al die wel om er iets persoonlijks op te krijgen, ook al binnen hij een stem aan zijn trek ook. Dat, dan kun je al die nog wel iets persoonlijks van bakken. Ja. Maar omdat we live mooi werkelijk woord kunnen maken. En dat, dat we dan al, dan kun je niks later over nee doen. Precies. We begonnen een stukje live muziek draaien, niet ja. Van normaal. Kijk nou daarnaast in Tachiewibbling. Nog een stukje live normaal, maar eerst een stukje van de Kinks. Ja? Ja, ja. Ja, ja. Erg weer aan de B. Wat? Mensen in een club, dan een also. Oh, why we do something? It is just that terrible. Zo, Martha, flink er aan de B. She asked me to dance. I asked her name and in the top of my voice. She said, Lola, L-O-L-A. Ik zet me trouwens aan af te vallen. Wat is nou hurken in het Engels eigenlijk? Jonken! Hij heeft al wat door daar, eigenlijk. Hurken is, we decided that hurken is hurken. In English is the same word. Please, Ellen, can you translate that? Yeah. What is hurken? Hurken is, in English, a good time, freaking out a little. Chuck Berry laugh now. Is niet meer zo actief als vroeger. De fat man. Fat Domino. Wat is er met? Jambalaya. Ja, maar Hank Williams schreef het. Ja, tuurlijk. En de carpenters daar, wat voor de... Nee, maar Jambalaya is een bekend nummer. Joppie, dat is niet de bedoeling, jongen. Carpenters, tweedehands. Poefs! Ellen, wat is tweedehands? Tweedehands? Second hand, of course. I'll teach you after the show. Ja. Maar goed. Wat is de reden om dat soort nummers op te nemen? Dat is alleen maar bedoeld om te laten zien dat we die componisten ontzettend waardeert. Mm-hmm. Want je verdient er minder geld aan. Maar die mensen verdienen er dan ook nog weer geld aan. Dat is dan ook een deel van die waardering. Van de royalties. Ja. Dat is toch wat trouwens, dat moet niet eens, maar dat geeft niet. Een symbolisch gebaar dat er weer die mensen zien zitten. Ja. Goed, huiken we er nu even tegenaan met ODN, jongens? Ja, ja? Nou, dat is doen. In alle. Wat zing je? Hey!
en dan nu Buizenbeer live. Ja, wat live, wat is dat? Olé, ja, ja, ja. Zien hoe goed hij punt. Die onderwekken die ze morgen kwijt. Nog steeds niet door eindelijk met de pers, maar wil die weg. Ja, het duurt niet te lang, ik heb niet te lang. Daar is voor. Jij van mijn hout, ik heb hem van hout, dat bedoelt. Daar wordt niks op te zeggen. Het is zo gebeurd, die het toevallig heen. Een liedje of kwaad. Alsjeblieft, Erik. Hey, Dr. Belligan, it's here yet. Ja, de luisteraars van Milano kunt wel horen dat Gitter hier hevig aan toe. Dit een beetje heugen naar gezicht. Hostes, dat maakt me niks uit, jongens, als je wil me niet afbreken. Hé, wat ik... Ja, nou ja, ja, mooi neuren met de jegermeester aan komen zitten. Wat ik jullie dan vraag wel, jullie gaan naar het boerenland in. En wordt het podium gebeuren dan een beetje aan de past of geeft het gewoon olderwets verdaan? Dat heb ik nog niet al raad. Wanneer gaat het trouwens gebeuren naar Duitsland? Wanneer? Oh, dan werkt dat ook mooi. Is de samenspraak zo goed, jongens? Nee, ik wil altijd niet, ik wil per se niet langer als een avond van de vuur en wettenbok op Amort. Waarom net dan? Oh, hek er dan. Schiet er niks meer op, ik moet er toch heen. Ja, maar je zal hem toch, altijd... toch fysiek kunnen verbreien? Ja, dat doe ik altijd, ben ik eerder als mijn bezig. Maar altijd, maar op dezelfde manier, met volle inzet, doe ik altijd mijn best. Dat doe ik altijd mijn best om zo goed mogelijk in alle te werken. En dan kan iedereen horen dat ik zo'n mooi hoog gesimuleerd handje wel met haar. Hé, hey, hebben jullie afgelopen weekend ook weer olderwetse heugd dan? Ja, dat kan je wel horen, dacht ik ook. In de Beeksebergen? Dat is zo'n schuurpapier. Ja, maar wat moet jullie wees? Beekbergen, Leemelen. Oh, al in de boerderij? Ja. Oh ja, daar komen we ook wel eens. Ja, dat... Leemelen, Lemelen, Lamellen. Watering onder de Naar. Wateringen onder Den Haag. En daar hebben we je nummer. Dat noemen we ABTB. Alle boeren tegelijk bedonderd. Uh-huh. En we realiseerden me plotseling dat de Algemene Boeren- en Tuindersbond is. En daar waren we in het Westland. En daar zaten allemaal tuinders. En die brokken door de keers wat af. Zo mooi had ze vonden. Was dat toevallig? Nou, daar woont allemaal tuinders. Daar hak ik eigenlijk zelf staan in de Silverstone. Nee, ik bedoel toevallig dat je het ABTB, dat je dat op het laatste moment pas te binnen schoot. Nee, dat doe ik altijd wel, maar het schot me toen pas te binnen van overrek, ja, hier zit allemaal tuinders. Ah, en dat was hartstikke gezellig toen. Oh man. Zeg jongens, ik heb een klein probleem. Ik heb maar een cassette van 90 minuten, dan moet ik dat ding aan me draaien. Maar we draaien even met stukje muziek. Maar ja. Dat zoek ik toch wat? Ja. Intussen? Sfeerverhogend mag ik aan hem. Ja, je hebt dit ook weer zorg. Ja, dat is beste dansorkest van Nederland volgens mij. Take it easy. Take it easy, beetje wel. Ja, sorry, die band. Ja. Dan moet hij daar weten, daar ben je nou niet. Ja, Adrum en... Buizenbeert. Varken moet naar de bier. Dat is een... voorlopig was dat de enige single van hun die hier aanwezig was. Maar het is leuk in ieder geval om hun... die op hun manier grote vaklui bent, om die ook even op deze manier... In alle. Aan de aandacht te brengen. In alle. Hey.
Marietje, Knecht, Gerrit en Jan. Die ziet overdonderd dat dunder doorvat. Het varken is vurig, de beren bereid. Het steert reeds te knorren en bleert als een meid. Varken wordt nog de beer. Morgen kan het niet meer. Varken wordt nog de beer. Voor de zoon als de keer. Varken wordt nog de beer. Morgen kan het niet meer. Varken wordt nog de beer. Voor de zoon. De jongen die kwamen zo'n vier man door dan. Vijftien stuks krapen door spal door het stroom. De veedokter dronk toen zijn borrel heel schoon. En sprak heel verheven op heldere toon. Varken wordt nog de beer. Morgen kan het niet meer. Varken wordt nog de beer. Voor de zoveelste keer. Varken wordt nog de beer. Morgen kan het niet meer. So, we are back in the show now. Alan, please. What say you? Say some nice things to the listeners in Achterhoeks. Oh. You make say that. Excuse me, I'm whispering. No vrugge bieger dan wat ik maar zeggen in Achterhoek. Zeg hem eens wat veel frusten. Dikke tit, mooi zeg. Dikke tit. Godverde. Oh, ik ben niet wat dat is. Ik kan niet zeggen. Nee, dat vind ik mensen niet goed. Ik zeg niet. Zeg maar, hoog de kop. Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Ik ben de gastpieper. Liefd de dooi. Where are we? Holland's Public, in order. Is it only you can say in Achterhoeks? No, oh my... Please, say some more to the shit, listeners. I can't speak Achterhoeks, man. No? Beetje, honestly. Only a little bit. Ja, maar... Dat wil... Je kan nog iets meer, maar dat wil de manager niet hebben, dat wie dat zegt. Goed. Hey, we gaan eens weer muziek... Die gaat eens weer muziek draaien, want we hebben onze brek en Jan nog niet bij die microfoon gehad. En moet het ook nog wel een BM, of nee? Oh, no, no. Jan, ja of nee? Ja, nou. In alle. We gaan eens in muziek draaien. Hoe is wie hier, man? Hier is op verzoek van normaal zelf de pasbode. Breng het naar haar. Als wat Wimke wil ik. In de grond. In de grond. Lekker niet, maar
hier in Leugel ook. Oh, zijn wij de fut, meneer. Dat is kieken nog naar Smeek. Ja, die Smeek zoekt meneer Goedo. Ja, het bier dat lup hier volop. Heeft me gelijk even een kratje gehaald. En we hebben onder andere, nog bij de microfoon, onze Breggen Jan. Ja, ook mooi. Mooi. You can also say some nice things to the listener. Oh, god. Hoe staat de drumspel? Radio Reggae International, hè? Ik heb net negen en dat is monster in al. Ja? Wat verdomme, ik heb mooi drumspel van West-Europa. Wat is dan beter dan als die andere dingen, hè? Als dat veel gaat drumspel. Oh, het kost meer. Ja, is dat het enigste? Huh? Is dat het enigste? Ja. Waarom heb je hem gekocht dan? Waarom heb je hem gekocht? Nee, oh, een beetje reclamemaak, maar gewoon nee. Ja, wie best. Even vrug, maar nog even. Ja, even vrug, maar nog even. Trolala, trolala, trolala. Even vrug, maar nog even. Trolala, trolala. In alle. Dat is dus de sponsor, als ik het goed begrijp. Ja, zo kun je het wel bekijken. Ja, ja. Maar het is het duurste en het beste ding wat er is. Ja, wat is er zo goed aan dan? Wat is er zo goed aan? Omdat het solar is en ja, dat kun je wel zeggen, dat is een beetje in de momenteel maakt de Rolls Royce onder de drumstel. Joh. Ja, ja. 12 gelog, 12 maal gelog, boobinga hold. Is dat nodig bij normaal tegenwoordig? Ja. Is dat tegenwoordig? Ja, zeker. Ik ben alleen maar tevreden met het beste. Ja, ja. Maar ik bedoel, het ding kan beter volgen als een burger. Ja, ik kan beter tegen een bier. Ik heb de grotere kisten. En de kisten zijn beter. En de klank is beter, alles is volle beter. Goed zo, in orde. Hé, hey, we hebben nog een paar platen de drein, jongens. Ja. Dit vond je ook zo mooi? Dat doet me zo, of niet? Ja. Ja, dat is een goede plaat, zonder aankondiging. Gewoon drein. Reden er maar die bier van? Van je heet met de bier? Arrah, dat is mooi. Zoveel duizend jaar terug, ons land was enkel twee. Toen ik ben in China, uit verveling thee. Maar wat een geluk voor ons, kwamen zij toen niet naar hier. Maar een badje vier kwam langs de Rijn, op een lekker badje bier. Al kreeg hij nooit het lintje van liefste op zijn borst. Zo hebben we een maakje borst in glas, maar wat en zeg ons praten ja, aan. Leven de man die bier en pot van je hippen en de bier, hoera. Leven de man die bier, ja, ben jij nu ook al? En die bier liet woonde man, Jan Willem de Koolzoon. Dat die haar in kaakte, vindt men nu heel gewoon. Maar hij heeft dat idee vast bij een biertje opgedaan. Het bier daar vliegde lustig, zo van bier wie telt zijn naam. Hey! Oh, kreeg hij nooit een lintje van vrienden op zijn borst. Dankzij de vrouwen hebben we nooit meer dorst. Smaak je borst en jas maar net en zeg ons rustig na. Leven de man die het bier uit vond van je per de wip, hoera. De Griekse tijd, dat zou voor ons niks zijn. Daar schonken ze voor straf en giften. De beker wijn, als er nou bier geweest was, haha, dan dronk je met plezier. Dan zaten alle Grieken nou nog levenslang op bier. Al kreeg hij nooit een lintje, maar eens op zijn borst. Dankzij de vrouwen hebben we nooit meer dorst. Nee. Smaak je borst en je glas maar dat en zeg ons blijft de gaan. Leven de man die het bier uit vond, maar je hippen de bier, hoera. Ja, ga je gang maar. Jezus, de ontdekker van het glas. De maker van het vat, van tabakaan en koolzuurgas. Maar voor de allergrootste, voor hem houden we hier. 5 minuten stilte voor de ontdekker van het bier. 1, 2, 5. Kreeg hij nooit het lintje van verdienste op zijn pad. Dankzij de brouwer hebben we nooit meer dorst. Nee, nee. Dus maak je borst in je glas, maar dat en zijn ons plechtig na. Leven de man die het bier uit vond van je hippe de biep, hoera. Hip, 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 hoera! Yeah!
zo, dat bedoel je. Nou, dan hoor je ik even met het doen. Ja, ja. Hé hey, jongens, ik zie dat het intussen zo een minuut of 8 voor 12 uur is. Nee, voor 1 uur. Maar ik ben er altijd meer in de war met die klok tegenwoordig. Hé, Ben, of Buizen moet ik zeggen. Ja, weet nog wat kwiet over normaal. Normaal huikt gewoon voor dan, heb ik begrepen. Het gaat naar het Boetenland heen. Ja. Naar Duitsland, naar Denemarken, naar Zweden. Ik had maar die 1500 man gisteravond in Halle alle jeugd geschikt. Oh ja, jullie waren gisteren in Halle, ja. Ja. Hoe ging dat? Hebben gespeeld, prima en al. We hebben nooit zo gaaf gespeeld. Ja. Goed, zeg, wil een van de anderen nog eenmaal kwiet? Onze manager, of liever zeg de manager van normaal. De manager van... Gooi hem bij de microfoon zitten. Maar... Ja. Ja? Kwakje kwiet. Ja? Wat moet ik de luisteraars vertellen? Nou, god. Doe je dat altijd zo? Zo doe ik dat altijd, zo speel ik dat altijd. Oh, hij in het buitenland zit. Hij in het buitenland dan... Ja, ja. Dan nee, maar je hebt op een gegeven moment het normaal kantoor, ja? Ja. Al je alleen met normaal bezig, ook nog met andere dingen? Ja, ook nog met andere dingen, maar hoofdzakelijk is het normaal. En die andere dingen bunt? Dat is de Oxband. Dat is de Spinnerij Rock. De idiootste band van Nederland. Zo, op normaal nog? Nee, Anna van Slimme, hoos te gek. De leuven in de zaal bij normaal bij de West, die heb ze waarschijnlijk al eens zien spinnen. Gisteren in Halle. Was ook een spul of niet? Nee, toen kwamen ze niet op. Oh nee, kom, dat ja, was zo ook. Was ook dan, ja. Ja, ja. Nee, maar normaal dat is de hoofdmoot. En dat ik 7 dagen, 24 uur per dag werk aan. En wanneer slaap je dan? Dat ook niet. Slapen dat blok. Het ligt leger wel, 24 uur per dag inzetboer. Slaapblok aan het dooien nog. Paraat met de arm, pizza. Ja, ja. Hé, hey, maar de Oxman is een ontdekking van hoe? Eigenlijk door de jongens bij elkaar bracht van normaal. Ja, ja. Hé, hey, Buizen, doet jullie nog in de toekomst producer werk of zoiets dergelijks? Of houden jullie daarmee bezig? Doen wij zo'n gegeven normaal TV? Weet niet hem. In de eerste plaats, in de eerste plaats produceren we ons eigen werk natuurlijk. Ja. En dat zal er zonder enig twijfel wel van komen. Mm-hmm. Dat van komen, maar het is nog niet zo. Nee, we zijn nog veel andere groep, nee, we zijn nog veel te jong voor. We zijn met 30 jaar boven een beetje muziek gaan maken en met 40 jaar dan... ik ook. Lieve zat als een kater. En leven als een zorgverlader. Goed, Sevi, gooit de laatste plaat erin. Jullie wonen een beetje met brullen. Oh nee, wat kijk je dan moeilijk? Ik wilde geld voor hem. Oh ja, nee, ik moest mijn kameraad nog even goed doen. Het pruiske. Ja, het pruiske. Hé, hey, de kleine jager. De pruis, dan moet je likken en niet de neus. Yeah. En eigenlijk al die groene geus. Het begint te komen, maar dan doen we naar de komen. Now, here's when we're playing Bo Derek's greatest tale. Goed, ze hebben hier gewoon met de laatste platen. Waar was het nou ook alweer? Ja, ik ben stom vergeten. Oh ja, de motor toestand. Ohio! Ohio! Gas people, you'll be left me with tenors.